Dit weekend, op zaterdag 17 maart, zal NEC in een uitwedstrijd het moeten opnemen tegen VV Venlo. We gingen deze week op bezoek in Venlo en tijdens de training kwamen we tegen Dennis Gentenaar. Een echte Nijmegenaar en clubman in hart en nieren. Dennis Gentenaar speelde jarenlang in de voetbalschool van NEC. In het seizoen 95-96 kwam hij als keeper bij de selectie van het eerste. De eerste 5 jaar moest Gentenaar genoegen nemen met een reserverol. Maar vanaf het seizoen 2000-2001 was Dennis de onbetwiste nummer 1 van NEC. Mede door het goede keeperswerk van de Gentenaar behaalde NEC in het seizoen 2002-2003 Europees voetbal. In 2005 verliet Dennis zijn geliefde club NEC. Hij tekende contract voor 1 jaar bij de Duitse club Borussia Dortmund. Na 1 seizoen verliet hij Dortmund weer om bij Ajax te gaan keepen. En inmiddels is Dennis Gentenaar alweer een tijd iets dichter bij huis te vinden. Hij keept nu bij VV Venlo. De tegenstander voor aankomende zaterdag. Ja, Dennis. Heel Nijmegen wilt natuurlijk weten hoe het nu met jou is. Ja, goed. Weer lekker aan het keepen. En ja, gaat wel lekker op zich. Jammer van afgelopen weekend tegen Roda. Maar ja, je kan niet blijven winnen, schijnbaar. Ja, voor de winterstop heb je een tijdje niet gezien. Wat had je precies? Ik had een hernia, eigenlijk zelfs als precies hetzelfde wat Kaber Babels een tijdje geleden had gehad. Had ik eigenlijk precies hetzelfde. Ja, nu weer lekker aan het keepen. Ja, nou weer lekker bezig. Dus is wel lekker weer. Als je weer de wijn kan. Hè. En NEC, ja, heb je dan een goede band met NEC? Ja, natuurlijk. Ik ben eigenlijk van kleins af bij NEC gekomen. En daardoor ben je ook NEC-supporter geworden. En in principe nog steeds. Ja, de huidige burgemeester hier van Venlo, Bruls, die had zijn baan in voor burgemeesterschap in Nijmegen. Heeft hij jou niet gevraagd om mee te gaan naar Nijmegen? Nee, ik heb niks gehoord van hem. Nee. Dus, ja, je hebt je familie en zo nog in Nijmegen wonen. Heb je af en toe wel eens hem mee? Het valt wel mee eigenlijk. Kijk, die tijd die wij wel bij NEC hebben gehad, was natuurlijk wel hartstikke leuk. En nog steeds als je bij NEC komt, dan is het als thuiskomen. En ja, aankomende zaterdag, NEC moet het opnemen tegen jullie. Hoe lastig wordt het voor hen? Als je eenmaal, kijk van tevoren, dan denk je daar over na van ja, tegen NEC, die oude club. Maar het is natuurlijk nou een paar keer geweest dat ik tegen NEC gespeeld heb. En ja, wij hebben de punten hard nodig, dus we zullen toch voor 3 punten in een thuiswedstrijd moeten gaan. En jullie gaan knallen? Ga ik vanuit. Ik bedoel, zeker na afgelopen vrijdag. Ja, we moeten gewoon die 3 punten zorgen dat ze hier blijven. En als je Alex Pastoor en de jongens advies zou moeten geven, waar moeten ze zich dan op focussen bij VVV Venlo? Waar zouden ze zich op moeten focussen? Ik denk dat ze zelf redelijk wat wedstrijden gezien hebben. En dat wij zullen gewoon wat inzakken en van daaruit proberen onze kansen te krijgen met de snelheid voorin. Jouw contract loopt eind van het seizoen af. Wat zijn jouw toekomstplannen nog verder? Ja, ik heb geen glazen bol, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. En ik moet eerst zorgen, of wij, dat we met VVV in de Eredivisie blijven. En van daaruit, dan zie ik wel wat er gebeurt. Hoop je ooit nog een keer terug te keren bij NEC? Ja, zou op zich een leuk einde zijn. Ja, en na jouw keeperscarrière, wat wil je dan daarna nog doen? Ja, wat wil ik daarna doen? Ik denk dat we wel proberen in ieder geval in het voetbal te blijven. Je zit al zo lang in het voetbal, je kent er een hoop mensen. En maar wat ik precies, waarschijnlijk ook wel iets met keepers of keeperstrainer. Maar ja, denk ik niet zo heel veel over na nog. Tot slot, een kleine voorspelling? Ik denk dat wij 2-0 gaan winnen.